Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Mateo 7:12. Hoi allemaal. Dat is wel eventjes goed luisteren. Snapte jij wat onze leeftijdsgenoot ver weg allemaal stond te zeggen? Ik begreep er eigenlijk niets van. Wel weet ik dat hij één van deze Bijbels te pakken had. Want hij heeft een Bijbeltekst voorgelezen. Hier liggen er een heleboel. Maar als ik ze open doe, ik begrijp er niets van. Een Spaanse Bijbel. Wacht even, hier heb ik er nog eentje. En deze, moet je kijken, die komt ook van heel ver weg. Een Bijbel in het Creools. Nou, als je me die geeft, begrijp ik het ook niet. Hier ligt er nog weer een ander. Deze komt ook uit een heel ver land. Deze komt uit Ethiopië. Gelukkig, hier ligt ook onze eigen vertrouwde Nederlandse Bijbel. Die kunnen we allemaal samen begrijpen. Het is wel jammer als je elkaar niet kunt verstaan. En eigenlijk zou ik tegen jullie allemaal willen zeggen, als je nou toch eens in contact komt met je sponsorkind en je wilt toch iets graag uitwisselen, probeer dan wat woorden uit de taal van jouw sponsorkind te leren en te begrijpen. Nu leg ik even deze Bijbels aan de kant. En ik roep allebei de juffen, want ik wil wel eens eventjes horen of zij ook mee kunnen doen om dat aan jullie te leren. Deze stapel leg ik weg en dan sta ik hier met juf Janneke en juf Willemien. Let maar op. Juf Janneke, pak maar eens eventjes een voorwerp uit de zak en vertel hoe het heet in het land, de taal van het sponsorkind. Wat erop staat? Pelota staat hier. Dat betekent bal in het Spaans. En hij is wel heel grappig, zie je dat? Ik leg hem niet voor neer. Oei, mag ik ook grabbelen? Zeker. Dat vind ik wel heel spannend hoor. Wauw. Dat is een bagga. Een tijger in het Bengaals. Die is wel heel mooi. Die zet ik even hier neer. Super. Goed onthouden. We hebben al 2 woorden geleerd. Ja. Oeh, die ken ik ook. Een jeepney. En dat betekent, dat is een vrachtwagen uit de Filipijnen. Een bus eigenlijk. En dat is in het Engels. Er staat er weer een bij. Volgende. Nog een keer hoor. Hey, een boek. Ja, dat is eigenlijk heel makkelijk hè. Dat is een boek in het Engels. Wat een mooi boekje. Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd of er nou eens één tussen zit met een hele moeilijke taal weer. Maar we komen er vanzelf achter. Oeh, hier hou ik wel heel erg van. Een mooie ketting, zouden wij zeggen. Maar ja, dat is natuurlijk niet het woord wat we moeten hebben. Wat is dit? Collar. Dat betekent ketting in het Spaans. Ik vind die zak wel hele leuke dingen in zitten hier, Wienica. Zeker weten. En wat nu? Hier. Voelt een beetje weer gek. Wauw. Een kasha. Boom in het Bengaals. Alweer een mooi woord uit Bangladesh. Wat zal dat leuk worden als je een kaart stuurt en hij gaat naar Bangladesh met zo'n woord daarop. Ik geef je nu gewoon er even uit. Het gaat een beetje vlugger. Oh ja. Want dat duurt anders een beetje heel erg lang. Het ruikt wel lekker. Café, koffie in het Spaans. En die is voor jou. Louche, een pollepel in het Frans. Dat leren we al veel woorden zeg. Een vlag zou ik zeggen, maar nee, een drapeau. Dat is een vlag in het Frans, ja. Creools eigenlijk. Dit is gewoon een sinaasappel, maar in het Engels is het een orange. Hier nog eentje. Een stilo. Stilo? Stilo. En dan is de laatste, juf Willemien, zet je maar schrap. Jij moet nog eens eventjes in het Amhaars gaan praten. Doe je best. Gaat mij dat lukken? Nou, we zien allemaal wat het is. Het is een fiets. Die heb jij ook vast, maar in het Amhaars zeg je een bicicletti. De bicicletti. Wat een woord is dat. Geweldig. Wauw, heel mooi. Hey, deze woorden wil ik heel graag dat jullie die allemaal niet nu maar even één keertje horen en denken dan, oh ja. Maar ik wil heel graag dat je ze blijft onthouden.
En daarvoor hebben wij eigenlijk een heel handig spel gemaakt. Kijk maar even mee. Om het spel te maken, zodoende kun je dus die woorden blijvend goed onthouden, ga je naar de website. Daar vind je deze te downloaden. Zie je wel? Al die woorden die we zojuist ook zagen. Nou, je maakt er op deze manier kaartjes van. Aan de achterkant allemaal hetzelfde. En aan de voorkant plak je een woord en daarbij het plaatje op. Dus nou, kijk even naar de pollepel. De pollepel en het woord in het Frans. Heb je ze allemaal klaar? Dan leg je ze op tafel en je gaat het spel spelen. Kijken of jij ze bij elkaar kunt vinden. De sinaasappel, dat was ook alweer orange. Helaas, mis. Je draait ze weer om en ik zoek ondertussen verder. Nog een keer mis. Nou, je weet waarschijnlijk hoe je het memoryspel moet spelen. En ik heb ze bij elkaar. Ga je best doen. Leer zoveel mogelijk woorden van de kinderen die bij Woord en Daad geholpen worden in de landen heel ver weg. Heel veel succes ermee. Tot de volgende keer. Oh.